aanzichtkaartjes om naar een dierbare mantelzorger te sturen. Wethouders René Peters en Hendrik Hoeksema deelden ze dinsdagochtend uit op de Ossenmarkt. Dit deden zij in aanloop naar de Dag van de Mantelzorg aankomende zaterdag. Een dag die is bedoeld om mantelzorgers eens extra in het zonnetje te zetten. En met de huidige plannen van het nieuwe kabinet worden die waarschijnlijk belangrijker dan ooit. Als je ziet dat ook in het regeerakkoord staat dat een groter beroep gedaan zal worden op het netwerk rondom mensen die zorg nodig hebben. Dan denk ik dat wij in de toekomst ook nog gewoon meer gaan vragen van de mantelzorger. Ook in Os wordt al heel veel mensen die gewoon mantelzorg verlenen. Zonder daar überhaupt ook bij stil te staan, zonder er ook gewoon iets voor terug te vragen. Toch is het volgens Metzo, de landelijke vereniging voor mantelzorgers en vrijwilligerszorg, niet altijd even vanzelfsprekend. Er wordt wel steeds meer verwacht en gevraagd, maar dat is niet voor iedereen even makkelijk en levert spanning op bij onze mantelzorgers. Daarbij zullen ze door de bezuinigingen steeds minder met financiële compensaties, zoals het persoonsgebonden budget, moeten doen. Wethouder Peters ziet het daarom graag blijven bestaan voor mantelzorgers. De hoop is, en ik ken de details niet helemaal van het regeerakkoord, maar dat kan blijven natuurlijk. Hè. PGB is wel belangrijk, persoonsgebonden budget. En wat gaan jullie daaraan proberen te doen? Ja, wat we gaan proberen te doen is eerst eens duidelijk in beeld brengen van welke taken komen er wanneer nu precies naar ons over. Welke budgetten horen erbij en dan gewoon afwegingen maken die zo goed mogelijk voor de mensen zijn. En wat dat concreet is, ja, dat zullen we nog even moeten bekijken natuurlijk. Het is allemaal nog wel redelijk vers zoals je weet. Afwachten dus. En tegen de huidige mantelzorgers heeft wethouder Hoeksema het volgende te zeggen. Vooral bedankt voor alle zorg die je de afgelopen tijd al hebt verleend aan de mensen van wie je houdt of van waar je het vanzelfsprekend vindt dat je voor ze zorgt. En er gewoon ook een beroep op willen doen om dat ook gewoon de komende jaren blijven doen. En ik weet ook zeker dat dat gewoon vanuit een stuk van zelfsprekendheid gebeurt. Want laten we niet vergeten, heel veel zorg wordt gewoon zonder dat we daarom vragen verleend. Binnen familie of rondom buren. En die vanzelfsprekendheid, dat laten we vandaag zien dat het ook gewoon eens een schouderklop waard is. En de mensen in het zonnetje komen te staan. Een belangrijke stap in de verbouwing van de N329 tot Weg van de Toekomst. Woensdag wordt namelijk de nieuwe Westbaan in gebruik genomen op het gedeelte van knooppunt Paalgraven tot de afslag Danenhoef-Berchem. Het provinciale deel van de N329 is daarmee klaar en het verkeer heeft op dit traject dan 2x2 rijstroken ter beschikking. Het verkeer wordt woensdag voor het eerst over de westelijke rijbaan geleid. In de loop van de dag worden in beide richtingen 2 rijstroken per richting in gebruik genomen. Op het traject tussen Paalgraven en afslag Danenhoef-Berchem geldt dan een snelheid van 80 km per uur. Ter hoogte van het tankstation gaat het verkeer van 2 rijstroken weer terug naar 1 rijstrook. Daar geldt nog een snelheid van 50 km per uur. Goed nieuws deze week voor restaurant La Couronne in Os. Michelin, de organisatie achter de beroemde Michelin-sterren, heeft het restaurant namelijk beloond met een Bib Gourmand, een belangrijke culinaire onderscheiding. Maar wat is nu eigenlijk het grote verschil met de Michelinster? Je moet in 3 gangen menu serveren voor 35 euro of minder. En dan aan de standaard van Michelin. En een Michelinster is toch wat meer het totaal, denk ik. En ik denk dat dat het grote verschil is. En heel veel mensen zien het als een halve Michelinster of een opmars naar een Michelinster. Maar dat hoeft helemaal niet. Er zijn restaurants die al 20 jaar een Bib Gourmand hebben. En het daar ook bij houden. Omdat ze... Ja, het is een stukje prijskwaliteit, dus mensen weten dat je voor een geschikt bedrag een mooie maaltijd krijgt. Restaurant La Couronne is gevestigd in het City Hotel. En daar zijn ze erg blij met de erkenning. Ja, we zijn gewoon zeer vereerd en wij streven al naar de kwaliteit. En als ik zo omheen kijk wat we allemaal serveren, denk ik van ja, dit is echt niet zomaar een gerechtje met de kwaliteit en de prijs. En ik vind dat wij het wel goed doen qua prijs-kwaliteit verhouding. Om een Bib Gourmand te verdienen moet het eten dus goed zijn, maar de prijs moet niet de spuigaten uitlopen. Als chef-kok moet je daarom ook creatief zijn. Ja, dat begint bij goede leveranciers te kiezen. Verse producten. En ja, goed, er zijn heel veel leuke producten die niet zo duur zijn. En dan kijken in een Bib Gourmand menu voor 35 euro staat geen tarbot, wintertruffel en mooie grote langoustines. Maar ja, je kan wel mooi met makreeltjes, rogvleugel. En wat we net zagen, de hertenbout in plaats van de hertenrug. Het is toch allemaal prijstechnisch net even iets anders. Maar de kwaliteit is prima. Hans Derks heeft zelf al gewerkt bij Beluga, een beroemd restaurant met 2 Michelinsterren. Nu is hij al 4,5 jaar actief in Os.
heeft hij nu niet de ambitie om ook zo'n ster binnen te gaan halen. Ja, ik ben in Michelin-sterrenrestaurants gaan werken om het vak te leren. Om een goede kok te worden. En ik weet, ik heb nooit ambities gehad om een Michelin-ster te koken. Omdat ik vrienden, familie, die toch wel een keer bij mij willen komen eten, die dat leuk vinden, wat ik ook leuk vind. Maar die gaan geen 100 euro voor een menu betalen. En, dus ik heb altijd ambities gehad om een goede kok te worden en om daar later dan inderdaad iets mee te gaan doen. Wel creatief, wel proberen een wow-effect te creëren, maar wel een beetje binnen de perken qua prijs. Bij La Couronne zijn ze dus niet van plan om het roer ineens om te gaan gooien. De Bib Gourmand vinden ze een mooie waardering. De Michelinster, die hoeft niet zo nodig.